It's time for Vectorsbazen! Vectorsbazen hier live bij LFL in Amsterdam. Met de enige echte Costello van Stenis. Dit je broertje zie je vechten. Ja, ben je tevreden? Ik ben wel tevreden. Hij heeft gewoon lekker professioneel gevochten. Niet te haastig. Hij wordt steeds professioneler en meer professioneel. Het was zijn vierde professionele wedstrijd. Dat was top. Hij had geen finish kunnen krijgen, maar ja, dat is het beste wat je kan overkomen. Ja. Maar dit is ook perfect. Dus het is gewoon alleen meer ringervaring voor de toekomst. Wat brengt jou hier helemaal naar Amsterdam? Mijn maatje heeft net gevochten, gewonnen gelukkig. Ja, was even spannend, maar wel gelukt. En gisteren waren we in Eindhoven, andere jongen van ons gevochten. Ook gewonnen, dus gaat de goede kant op. Ja, ja. Bevalt het je een beetje die coachende rol? Jawel, maar dit is altijd maar voor een beetje erbij, weet je wel. Dus Haroon is mijn maatje toch, mijn coach ook. En we doen samen de gym. Dus hij is de hoofdcoach, hij regelt alles. En ik ben een beetje voor de show mee meestal. Ik probeer wel een beetje te helpen. En als er geen partij is, dan focus ik daar wel op. Maar, ja, je hebt er wel een beetje verstand van, toch? Dus je hebt er wel wat in te brengen, denk ik. Ondertussen een beetje, ja, zeker. Zeker. Ja. Wat vind je eigenlijk van nu LFL en gisteren Cage Warriors Academy, voorheen versus MMA natuurlijk. Toch, ja, podia voor Nederlandse vechters die om hun kunsten te tonen, te ontwikkelen, om hoger niveau te bereiken. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, cool. Het is allebei nog redelijk jong, van de laatste paar jaar in ieder geval. Dus het is leuk dat het lukt, leuk dat er een hoop lui op afkomen. Leuk dat ze plek hebben waar het uitgezonden wordt nu. Dus dat is wel goed. Ja. Dus, hopelijk komen er nog meer. Ja. Want toch valt het altijd nog niet mee om voor iedereen partijen te krijgen. Want die galas zijn zo vol. Dus ja, man, goed bezig. Tof. Ja, ja, maar dat is het. Hè? Van competitie word je beter. En als je beter wordt naar de top wil, dan heb je dit nodig, toch? Zeker, zeker. En ook om gewoon een naam op te bouwen. En record op te bouwen. Dus ze moeten gewoon zoveel mogelijk knokken, die gasten. Je bent de enige echte Tadjula. Ken je van het boksen? Ja, we staan hier bij een MMA-evenement. Is dat ook een beetje je ding? Ja, ik kijk eigenlijk elke weekend UFC, man. Ja. Al sinds kleins af aan. Dus eigenlijk als kleine jongen keek ik eerst naar John Jones. Ja. En toen ging hij al mijn favoriete vechters eruit slaan. En toen werd ik gewoon zijn fan, man. Ja. Is dat wat de liefde begonnen is? Ja, ja, met de UFC House. Ken je dat nog? Die programma? Ja. Dat keek ik eerst met iedereen. Met Rampage Jackson, Rashad Evans. Ja, man. Daar begon het. En ik kende Muhammad Ali, Mike Tyson ook, maar ik ben nog nooit op MMA toernooi geweest, man. Nee, dit is je eerste keer? Ja, dit is de eerste keer. Ja, en wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. Ja. Zeg maar, kan voor alles gebeuren, zeg maar, want ze mogen alles submitten, worstelen, kickboksen, boksen. Ja. En ik vind dat lauw om te zien, man. Ja, ik kreeg op een gegeven moment een andere tegenstander, want zijn andere tegenstander werd bang. Hij heeft afgezegd zonder smoes. Echt waar? Ja, klopt, man. 10 dagen voor de wedstrijd had hij afgezegd en als voor mijn broertje een beetje fucked up, want hij zat een beetje te stressen. Toen kreeg hij een andere die Southpaw was, die was 7-2. Toen gingen we daarop voor trainen, 4 dagen later had hij ook afgezegd, of die had niet aangenomen, ik weet niet. En toen kreeg hij een van 5-0 die voor de titel zou vechten en die had ook niet geaccepteerd. Dus toen hadden we nog 4 dagen over en ik dacht, ja, moeten we nou die weightcut gaan doen of niet, weet je wel. Toen hebben ze afgesproken om 74,5 te gaan vechten in plaats van op 70 kilo. Ja, beter. Maar ja, alsnog, je bent wel met de twee laatste 2 weken, wat het belangrijkste is, ben je met de stress bezig. Ja. En dat doet wel wat met je performance, weet je wel. Vorige keer had je een hele mooie cowboy hoed op, nu een beetje incognito petje. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb ook een nieuw kapsel, zie je dat? Oh, smooth. Oorlogskapsel. Ja, man. Altijd ready for war? Ready. Ja. Dit jaar kapot maken, zeker. Ja. Nu bij een MMA-evenement. Ja. Is dat nieuw voor jou of volg je het vaker? Nee, dit is niet nieuw voor mij. Ik heb vrienden die bij Bellator hebben gevochten en misschien wel naar de UFC gaan. Ik ben ben ik veel mee aan het trainen en maak ze voorbereiding ook mee. Melvin was ik ook mee vorige keer naar Dublin. Dus ja, ik ben gewoon dichtbij, man. Even over jou, hoe is het met jou verder nu? Goed. Geen klachten of zo, dus na die laatste partij even ietsje minder gegaan natuurlijk. Maar geen klachten gehad, ik doe rustig aan, neem de tijd om te herstellen. Ik ben wel hard aan het trainen, maar alleen aan het grappelen, aan het worstelen. Ik ben wel aan het kickboksen, maar niet aan het sparren. Dus even de hersentjes zoveel mogelijk rust geven de komende tijd. En dan over een maand of 2 ga ik weer een beetje sparren. Dan als het goed is, zit alles weer een beetje op zijn plek hopelijk. En dan, Ik wil je humeur niet bederven door de oude wonden op te gaan rijden. Zo, nee, maar ik toch heel eventjes. Ja, het is alleen maar goed voor me om er af en toe over te praten. Ja, maar verliezen had je nog niet meegemaakt. Dat was de eerste keer dat je dat deed. Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat dat heel hard binnenkomt. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ah ja, het is wel iets wat altijd al in mijn achterhoofd zat, weet je wel. Het is MMA, het is het kan gewoon elk moment gebeuren. Als je tegen één verkeerde stoot aanloopt, dan is het gewoon, dan kan het gewoon zo lopen. En dat was nu ook echt zo. Ik liep tegen de eerste stoot aan, daarna was ik gewoon niet meer mezelf. En
Het is even lastig geweest in het begin. Maar ik ben ook wel iemand, ik kan mezelf heel zielig vinden, maar dat vind ik niet. Ik ben altijd nog gelukkig met wat ik doe. En het is een leuke kans om beter te worden, toch? Een leuke kans om dingen recht te zetten en terug te komen. Dus daar ga ik voor zorgen. Ik vond Yusri heel leuk. Ik vond de eerste twee gevechten ook heel leuk. Ja. En de beste opkomst blijft toch van die Aruba. Vond ik de beste opkomst. Alleen niet het mooiste gevecht, maar wel de beste. Ja, een show. Maar jij bent een beetje showman, dus daar kijk je ook een beetje naar. Ja, ja, precies. Precies. Daarom. Ja. De eerste keer MMA vechten in Nederland, volgens mij is het wel bevallen. Ja, was wel top. Ging een beetje te snel voor mij doen, zeg maar. Ik wou nog even iets langer met die jongen vechten. Maar aan de andere kant ben je ook blij als het... Dan had je hem niet zo hard moeten raken. Ja, hij kwam naar voren, dat is het. Hij raakte mij. Ja. Hey, over veranderen van tegenstanders gesproken. Jij hebt ook een beetje een hele leuke andere tegenstander gekregen. Ja, ik heb een top. Ik heb een prachtige tegenstander gekregen. Ja. Echt een grote naam. Een paar jaar geleden een miljoen toernooi gewonnen voor Bellator. Hij was de kampioen van Bellator. Hij heeft tegen Rory gewonnen. Hij heeft MVP Nokkie geslagen. Ja, dat is een jongen met een hele grote naam. En to become a legend, you need a destroy a legend. Dus ja, dat is wat we gaan doen. Qua naam jouw grootste tegenstander, tot nu toe je grootste bent in je carrière, denk ik. Ja, zeker. Kijk, Douglas Lima staat niet in de top 10. Ik sta ook niet in de top 10. Maar ze weten, iedereen weet dat wij gewoon de top 5 thuis horen. Dus ik denk wel, als ik Douglas Lima gewoon goed finish, dus ik bedoel finish, niet op punten, ik wil hem finishen, dan moeten ze mij gewoon wel in de top 3, in de top 5 zetten. Hey, even dit, je hebt die boksring al een keer ingestaan. Zou je dit ook hier doen? Dit? Ik weet niet, man. Zeg maar, met iemand die ook heel onervaren is, denk ik dat hij die twijfel erin zou kunnen gooien van misschien ga ik het gewoon doen. Ja. Maar zo ik nu kijk, nee man, dit is wel heftig, dit is heftig man. Misschien tegen Ayoub? Tegen Ayoub? Ja, tuurlijk, kom maar. Ik ben ervaren. Ik heb wel goede bouw, een beetje worstelaarsbouw. Zou je een potje helemaal doen dan nu? Ja, 100%. Ja? 100%. Ja? Ik ga het ook een keer doen, denk ik ook. Gewoon, dit staat ook op mijn bucketlist, zo'n kooi. Ja, serieus. Ja. Dus ik ga dit zo'n keer doen. Wat voor type vechter zou je zijn? Zou je een worstelaar zijn? Zou je een striker zijn? Ik ben denk ik echt een mixed martial artist. Ja, ik denk dat ik alles erop en daaraan. Niks is perfect, maar wel, ik heb wel voor alles een beetje. Ik vond het een heel mooi gebaar wat je deed na je interview eigenlijk, dat je de microfoon pakte. En je zei, nou, ik heb nog 15 minuten. Ja. Je hebt iedereen je aandacht vroeg voor de mensen die ontvallen zijn, maar ook vooral voor de mensen die er zijn. Het zingen erbij. Was dat iets, had je dat van tevoren bedacht, kwam spontaan? Wat was er aan de hand? Nou, het leek me wel tof om dat te doen, omdat zeg maar, ja, de persoon, die, of ja, Henk, die is overleden. Ja, dat was een ras Amsterdammer, die hield van deze muziek. En, ik had er wel een keertje over nagedacht, want dat zou wel echt dope zijn om dat een keer te doen. Maar ik wist natuurlijk niet eens dat ik hier zou vechten. En ook nog dat zijn vrouw hier zou zijn en zo. En toen ik haar in de ogen keek en ik dat dingetje begon te zeggen eigenlijk over hem. Ja. Toen kwam dat weer in mijn hoofd van, hey, doe dat man. En dat voelde wel goed. Ja, een hoop emotie bij. Voelde dat ook zo? Ja, een lach en een traan, zoals Hazes ook zegt. En zo voelt het ook wel nu, omdat het vorig jaar gewoon best wel zwaar was. En, maar ja, positief. En nu gewoon blijven bouwen op dit positieve gevoel. Ik ga over 2 weken naar Florida. Oh, jaloers. Niet om te trainen, hè? Gewoon om de zon. Nee, gewoon om te trainen. Ik ga bij Keelclub bij Henry Hoofd trainen. Ja. 3 weekjes en dan vlieg ik gelijk terug naar Nederland. En dan ga ik gelijk 8 weken trainingskamp doen. Oh, lekker man, mooi. Mag ik mee met je? Ik ben jaloers. Hey, ik zou zeggen, kom lekker mee man. Kom zeker mee. Ja. Hey, maar wat, zijn er specifieke dingen die je daar wil trainen, die je daar wil halen? Ja, Jason Jackson traint daar. Dat is een jongen die tegen Douglas Lima ook heeft gewonnen. Hij heeft dan van hem gewonnen op punten. Maar ik wil even kijken hoe hij aanvoelt, wat hij over Douglas Lima zegt. Ik wil gewoon alle kleine puntjes wil ik meekrijgen voor deze wedstrijd. Want zoals ik zeg, Douglas Lima is sinds 2007, 2008 is hij niet gefinished. Dat is al 15 jaar geleden. Ik wil gewoon de eerste zijn na 15 jaar geleden dat hij wordt gefinished. Eerste, tweede of derde ronde maakt niet uit, maar hij moet gefinished worden. En ik wil de eerste zijn na 15 jaar die dat doet. Dat gaat al heel lang. Weet je wat een leuke ding is? Er begon zo heel lang het gerucht rondom jou dat je binnenkort naar de UFC gaat. Mag je natuurlijk niks over zeggen, Juan, want dan krijg je natuurlijk glazen. Maar dat gaat nu niet gebeuren. Dus ik ga niet met een los weg. Dus, heeft te maken met die vorige wedstrijd? Ja, 100%. 100%. Ja. Die partij moet gewoon een keertje rechtgezet worden. Dat is het enige doel op het moment. Ja. Die gozer gaat er gewoon een keertje aan. En dat is het enige wat op de horizon zit. Het prikkelt mijn nieuwsgierigheid wat er dan gebeurd was als je die wedstrijd wel had gewonnen. Ja, wie weet.
Wat zat er nu in het verschiet voor je? Ik weet, je had plannen in Amerika, misschien dat daar wat ging gebeuren. Hadden we het de vorige keer dat we hier waren al over. Yeah, yeah, yeah. Hoe staat het er nu mee? Allereerst, Alex heeft me weer gevraagd om te komen helpen in zijn voorbereiding. Dus dat is een ding wat wel in de agenda staat. Gaan we terug? Ja, ik ga wel terug, maar ik weet nog niet wanneer. Zo moet allemaal nog kijken. Ik kan in UAE vechten, maar ik weet niet of ik dat wil. En dan inderdaad misschien LFA, dat die jongens daar heel goed mee zijn, Glover en zo. En dan langzaam maar zeker toch wel die stap richting de UFC maken. Maar, nog, het is heel belangrijk om te zeggen, want het is voor mezelf, maar ook voor jou om te weten. Die opening is daar, ja. Maar ik moet er gewoon helemaal 100% zeker van zijn. Ja, en zij ook. Waar zie je ze? Maakt niet uit, joh. Hey, ik, als ik er, op de parkeerplaats. Good fights. Ga je meekomen dan? Het is een Parijs, heb je dat... iets met auto's. Hey. Heb je mooie stad. Ja, naar Parijs. Parijs, vier uurtjes. Ja, moet. Ja? Nice. Beloofd. Beloofd. Lekker, man. En boven alles, Hazes is de baas. 100%.